President Chandrika Prasad Santokhi heeft vanmiddag de voorzitter van de Nationale Partij Suriname, Gregory Rusland, ontvangen. Dit gebeurde vanmiddag op het kabinet van de president na de persconferentie waarop de partij bekend maakte per direct uit de coalitie te stappen. Het staatshoofd zegt kennis te hebben genomen van het besluit van de NPS om de samenwerking in coalitieverband te beëindigen. In het kader daarvan heeft de regeringsleider een onderhoud gehad met de coalitieleiders, de leiding van het parlement en de NPS-top. De coalitie betreurt het uittreden van de NPS, maar respecteert het besluit. Het is niet ongebruikelijk dat gedurende een regeerperiode partners de coalitie om hun moverende redenen verlaten. De regering en de coalitie zullen in goed overleg deze aanpassing in goede banen leiden. De komende dagen zal het staatshoofd overleg voeren met alle relevante politieke en maatschappelijke actoren over de ontstane situatie. Mede op basis van de uitkomsten van de consultaties zal het vervolgtraject worden ingezet.